4% van het vermogen van 225 van de rijkste families in deze wereld zou voldoende zijn om het hele voedselprobleem in de wereld op te lossen. Hoe kan slechte voeding in de baarmoeder 60 jaar later voor problemen zorgen? De Universiteit van Nederland presenteert kinderarts professor Dr. Hugo Heijmans. Ja, ik zit me dat wel eens af te vragen. Hè. Stel u nou eens één moment voor. U bent 150 jaar geleden geboren. Moet u zich eens even bedenken. Wat dat zou betekenen. Een van de dingen die het betekent bijvoorbeeld dat, ik denk, 1/3 van uw broertjes en zusjes er niet meer zouden zijn. Dat er een ongelooflijke andere levensverwachting zou zijn. 150 jaar geleden. Een idee hoe oud mensen werden? 37 jaar gemiddeld. Dat kwam voornamelijk door die enorme zuigelingensterfte, want er werden natuurlijk ook wel mensen ouder. En het is ongelooflijk om te zien hoe zich dat in de afgelopen tijd heeft ontwikkeld. Ik wil u eigenlijk proberen te overtuigen dat de geneeskunde daar ook wel een beetje aan heeft geholpen, maar dat het eigenlijk socio-economische omstandigheden zijn die dat hebben gedaan. Moet je even kijken, want hier zie je dat gebeuren. Kijk, hier gaat het inkomen omhoog en kijk eens wat er gebeurt. Woeps, de sterfte gaat kolossaal naar beneden. Dat is niet te geloven. Dat is gewoon lijnrecht gekoppeld aan wat we verdienen. En als je dat dan meteen ziet, zie je ook iets heel engs. Want dit is Nederland in 1900, is vergelijkbaar met Angola nu. Dat betekent dat de omstandigheden eigenlijk niet verdwenen zijn, zijn verplaatst. En dat is ongelooflijk merkwaardig. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de zuigelingensterfte, en ik heb u dat in een vorige college al laten zien, van Nederland, dan zit hier een zwart balletje. Weet u wat dat is? Dat is de Tweede Wereldoorlog. Dat is de hongerwinter. Dan heb je een geweldige daling van zuigelingensterfte. Verandert er één ding, hongerwinter, oeps, gaat de zuigelingensterfte omhoog. Wat is eigenlijk een maat voor kwaliteit van zorg, kwaliteit van gezondheid? Dat is een heel gevoelige maat. En dat begrijpt u ook wel, want zuigelingen zijn ongelooflijk gevoelig. En als je je voorstelt, de Tweede Wereldoorlog, dat was natuurlijk een ramp, vooral in het Westen. U weet, het begon ik heb een prachtig filmpje, moet je maar eens even naar kijken, dan zie je mensen in armoede, vrouwen zonder schoenen, maar vooral kinderen zonder eten. En als er dan een gaarkeuken was en alles was uitgedeeld, dan werden de gamellen gewoon op straat uitgelikt. Het is nog niet voor te stellen. Stel eens voor dat jij daarbij zou staan. Het omdraaien daarvan, het proberen af te schrapen van de deksels. Kolossale sterfte in Amsterdam. Zuigelingensterfte, maar ook sterfte. Ongeveer 20.000 mensen zijn er overleden in die periode. Heel veel mensen brachten hun kinderen naar plekken in Nederland waar nog eten was. Bijvoorbeeld naar het noorden, in Groningen. En als je kijkt hoe armzalig het eruit ziet, als je ook kijkt naar de gezichten, dan kun je je voorstellen, dit was een rampzalige tijd. En wat mij zelf het meest frappeert, is als je bijvoorbeeld, want kijk, hier zie je kinderen, het is zo aandoenlijk, zie je proberen nog iets naar binnen te kijken. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe een gezin in Amsterdam eruit zag, dit is een foto van het stadsarchief. Die mensen hebben hun behang al opgebrand. Ze hebben een allesbrandertje in de kamer staan. Weet je wat een gezin had? Een halve suikerbiet. 2-3 aardappels, brood. Gemiddeld kon je ongeveer 500 calorieën per dag eten, terwijl je het viervoudige nodig hebt. En dat was de situatie op dat moment. En als kinderen geboren werden, bijvoorbeeld in het Wilhelmina Gasthuis, waar de vrouwenkliniek was, dan kwamen ze ondervoed ter wereld. Wat mij nou frappeert is om te weten, hoe is het nou gegaan? Wat betekent dat om zo ter wereld te komen? Hoe gaat het je als je dit overleeft? En dat is uiterst interessant. In de 80e jaren van de vorige eeuw was er een professor Barker in Southampton in Engeland, en die deed een hele interessante ontdekking. Hij zag dat er in Engeland grote verschillen waren in sterfte aan de meest voorkomende ziektes, tussen gewoon gebieden. En hij ontdekte dat er een relatie was bijvoorbeeld aan sterfte aan hart- en vaatziekten in zo'n gebied en aan de zuigelingensterfte 50 jaar daarvoor.
Hij ging een geweldig interessant onderzoek doen en kwam tot de conclusie. Als je slecht gevoed bent in de buik van je moeder of in de eerste levensfase, heb je 50 jaar later meer kans op hart- en vaatziekte, suikerziekte, hoge bloeddruk. En hij had er een theorie over. Hij zei, als je zo bent blootgesteld aan honger, dan zijn die kinderen allemaal klein, mager en ze groeien slecht. En eigenlijk is die situatie van tekort aan voeding een situatie die ervoor zorgt dat je metabolisme anders wordt afgesteld. Nou, je kunt je daar wat bij voorstellen. Je zit in de buik van je moeder, je krijgt niet genoeg te eten. En dan moet je lichaam eigenlijk toch zien te groeien met minder. En dan stelt hij zich zuiniger af. En als je dan later geboren wordt en het hoeft niet meer, misschien ben je dan verkeerd afgestemd. En zou je dan de kans krijgen op een ziekte. U moet zich voorstellen, toen die hypothese werd gepubliceerd, kwam er een kritiek op. U heeft er geen idee van. Iedereen vond dit allemaal gewoon, dat heet dan data mining. Die man had een geweldige hoeveelheid data verzameld. Die had hij allemaal door elkaar gehusseld. En ja, dat kon je toch niet bewijzen. Maar langzaam maar zeker waren er steeds meer mensen die aantoonden, hey, ook in Australië, moeders die slecht gevoed zijn, 50 jaar later hart- en vaatziekte. Ook in China, moeders in een slechte voedingstoestand, meer kans op diabetes. En ja, dan zeg je, moeten we eigenlijk een experiment doen? Maar bedenkt u maar eens een experiment. Zouden we zeggen, de moeders in Rotterdam geven we niet te eten, die in Amsterdam wel, en dan kijken, dat gaat natuurlijk niet. Maar de hongerwinter is wel uiterst interessant. Want die hongerwinter is dus eigenlijk een experiment van de natuur. En in Amsterdam, in het AMC, hebben een groep mensen, en professor Rozenboom was daar eigenlijk de onderzoeksleidster van, hebben een groep mensen al die kinderen die geboren zijn in de hongerwinter geprobeerd te verzamelen, ze uit te nodigen. Daar waren heel veel gegevens van bekend, van de zwangerschap, de zwaarte van de placenta, allerlei dingen wisten ze. En ze zijn gaan kijken, hoe is het met die kinderen gegaan? En weet u wat het wonderbaarlijke was? Meer hart- en vaatziekten. Meer hoge bloeddruk, meer suikerziekte. En dat is natuurlijk uiterst interessant, want hoe kan dat nou? Wat bepaalt dat nou? Want ja, je wordt als mens natuurlijk geboren met het erfelijk materiaal van je vader en je moeder en die komen bij elkaar en als je nou wel of niet te eten krijgt, dat kan toch niet veranderen? Nee, dat erfelijk materiaal zelf is ook niet veranderd, maar de manier waarop het wordt afgelezen. Hoe kan ik u dat het beste uitleggen? Ik doe het aan de hand van deze printer. Want ik dacht, kijk, ik kan u vertellen dat als je een printer voedt met een bepaald gegeven, een tekening, een bouwtekening, want per slotverrekening, ons erfelijk materiaal zijn bouwtekeningen van alle eiwitten. Je stopt er een bouwtekening in en je drukt op de knop en dan komt die eruit. En dat is de bouwtekening die je eigenlijk prachtig kunt zien. Iedereen kan hem begrijpen. Het gaat naar ja, aannemers en uitvoerders en zo wordt een huis gebouwd. Maar als er nou iets misgaat met de manier waarop deze bouwtekening wordt uitgeprint. Bijvoorbeeld dat de inkt echt niet goed op het papier komt, om wat voor reden dan ook. Moet je kijken wat er dan gebeurt. Bijna niet te zien, daar gaan fouten ontstaan en ik stel me voor, zo is het ook met ons lichaam. Dan ontstaan er op den duur dingen die eigenlijk niet de bedoeling waren, die op het erfelijk materiaal ontstaan, omdat het anders wordt gereguleerd, anders wordt afgelezen. En ik kan me voorstellen, als je dat zo ziet, dan schrik je wel. Want dit is natuurlijk niet iets wat maar één keer in de wereld voorkomt. Als je verder kijkt, dan zie je, continu zul je zien in de wereld dat er rampen ontstaan, dat er periodes zijn, dat mensen niet gevoed zijn, dat moeders niet voldoende te eten krijgen terwijl ze zwanger zijn. Wie betaalt de prijs? Het kind wat geboren wordt 50 jaar later. En als we iets willen doen aan gezondheid en vooral gezondheid op lange termijn, dan betekent het dat we dus heel goed moeten nadenken hoe we kunnen voorkomen dat een slechte voedingstoestand vooral bij meisjes ontstaat, maar natuurlijk ook bij kinderen in de eerste levensfase. Nou, bedenkt u maar, we hebben net weer een ramp meegemaakt in Maleisië. En je kunt je dus weer voorstellen dat dat zijn effect zal laten zien in de komende generaties. Ik denk dat professor Barker iets heel bijzonders heeft ontdekt.
Hij heeft ontdekt dat ons erfelijk materiaal weliswaar vaststaat, maar dat de manier waarop het wordt afgelezen, de expressie van ons erfelijk materiaal, onderhevig is aan een heleboel invloeden. En daar is de voedingstoestand er één van. En dat betekent ook dat ondervoeding in de wereld een continue threat is voor mensen, waar we met elkaar iets aan zouden moeten doen. Lees ik, 4% van het vermogen van 225 van de rijkste families in deze wereld zou voldoende zijn om het hele voedselprobleem in de wereld op te lossen. 4% van 225 families. Waarom lossen we het niet op dan? Kijk, ik ga die vraag niet voor u beantwoorden. Dat was ook niet mijn bedoeling. Maar ik vind het één om eens even over na te denken. Want als we iets anders willen, ook voor de toekomst, dan zal daar een oplossing voor moeten komen. En zo heb ik u in de afgelopen minuten laten zien, het betekent dus wat. De voedingstoestand van een kind in de buik van de moeder en in de eerste levensfase bepaalt gezondheid op lange termijn. En dat is ongelooflijk belangrijk om te weten. Voeding is dus heel belangrijk. En daarom vind ik het heel leuk in een volgend college u iets te vertellen over hoe gaat dan voeding? Hoe leer je eigenlijk eten? Hoe leer je daar lol in te hebben? En hoe zit het eigenlijk met de ontwikkeling van je smaak? Waarom bijvoorbeeld eten kinderen nou liever geen spruitjes? Ik ga u dat vertellen.